Het was een soort van dooptalk. Ja, dus dat is misschien niet zo'n goed idee. Niet zo zeiken, moet je. Jongens, leuk dat jullie kijken. Vandaag een speciale video, want Anne Merel en ik gaan op verzoek van jullie van eetdagboek ruilen. Waarom deed ik zo met mijn handen? Weet ik niet. Het was een soort van dooptalk. Ja. Ja, dus ik ga een dag eten zoals jij eet. Dat is heel lekker, kan ik je alvast verklappen. Ik hoop het. En Anne Merel gaat een dag eten zoals ik normaal gesproken eet. Ik denk vooral aan Tony's, eerlijk gezegd. Sowieso, sowieso. Sowieso. Heel veel chocola natuurlijk. Anne Merel en ik kennen elkaar al best wel lang. Een jaar of 6 of zo? 4, niet overdrijven, Marije. Nou ja, van de Fit Girl wereld natuurlijk een beetje. Toen ik nog bij Women's Health Magazine werkte. En toen hadden we wel contact, hebben we wat video's opgenomen. En vorig jaar was jij in New York toen ik daar woonde. Ja. Oh, het licht gaat even. Ja, dus dat is dan een heel logische samenwerking dit. Ja. Het voelt heel natuurlijk. Ik voel me helemaal op mijn gemak. Ik ben ook heel benieuwd of ik echt me ook zo op mijn gemak voel bij jouw eetpatroon. Ja. Je gaat dus zo zien hoe ik eet als Anne Merel. En als je wilt zien hoe Anne Merel eet zoals ik, dan moet je naar mijn kanaal. Dan moet je naar Anne Merels kanaal. En die staat nu hier ergens of zo. Of daar. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat ik van jou verwacht is sushi. Ja. Pannenkoeken. Oreo's. Maar dat was een fase, geloof ik, hè? Ja, dat is een fase. Nou, ja. Ik kijk er wel naar uit. Ja. Let's go! Zo, goedemorgen. Ik heb mijn laptop, mijn badjas die lekker afsteekt bij de bank. En mijn kopje koffie met God's gift erop, want dat ben ik tenslotte. Hè? Het is 8 uur en ik mag, terwijl ik geniet van dit kopje koffie, alvast een eerste klusje doen en mijn mail doorwerken. Nou ben ik zo'n type dat altijd 0 e-mails in de inbox houdt, alles gelijk afwerk of zet op, hier moet ik nog iets mee doen. Dus dat is makkelijk voor mij. Ik ben een outfit aan het uitzoeken vandaag, een typische fit girl outfit. Dus ik heb nu dit, maar volgens mij draagt Anne Merel helemaal niet zoveel blote buiken, dus dat is misschien niet zo'n goed idee. Oh nee. Anne Merel is natuurlijk een hardloopfit girl, dus die doet het helemaal niet. Oké, ik ga toch iets anders uitzoeken. Dit is het geworden. Een shirt met New York City erop, want dat is onze gezamenlijke liefde. En een Nike sportbroek. Top outfit. Deze aardige meneer gaat mijn ontbijt maken. Anne Merel ontbijt. Wat een aardige meneer, waar? Vandaag ben je een aardige meneer. Een wrap met scrambled eggs en avocado. Wrap met scrambled eggs. Nou. De avocado heb ik al bij de supermarkt laten liggen, dus dat gaat super goed. En we gaan scrambled eggs maken met cashewmelk. Maar als wie leef ik nu? Leven we nu? Als fit girl Anne Merel. Oké, nou ik denk dat zij en ik sowieso al bijna niet uit elkaar te houden zijn. Wat is er bijzonder aan fit girl Anne Merel? Dat ze 500 marathons in een jaar loopt. Oké, dus het is niet zo iemand die de fit girl definieert als hier is mijn reet op Instagram, maar meer als ik kan daadwerkelijk sporten. Ja, mijn batterij is bijna op. Je moet opschieten met koken. Niet zo zeiken, moet je. Hier zien wij een zeer ontwikkelde oud-cuisine chef iets maken wat eruit ziet alsof het al eens gegeten is. Nee, echt top, Max. Dit top. Zin in. 11 uur, tijd voor wat hardlopen voor Anne Merel. Maar ik kan niet hardlopen vanwege nog steeds rugblessure. Dus ik heb besloten om naar fucking Osdorp te wandelen. Ik vraag me trouwens af of ik nu goed ga. Wacht, even checken. Alleen, let's go! Hey Nicole, vind jij mij een beetje een fit girl? Ja, ik vind Marij heel erg een fit girl. Waarom dan? Nou, je bent zo fit en stafs. Nee. Je bent heel erg healthy, bewust waar producten vandaan komen. Je sport veel. Je ziet er goed uit. Je hebt een lekker fris bekkie. Fit bekkie ook. Fit bekkie. Hashtag fit bekkie. Hashtag. Voor mij embody je wel een beetje de fit girl eigenlijk. En speciaal vandaag, hè? Speciaal vandaag. Echt, ik heb nog nooit iemand zo lekker zien lopen. After we train, we eat. Dus, dan komt deze mooie verpas. Ik weet niet precies van wie dat accent was, maar... Yum! Ja. Tijd voor lunch en dit
is de gezonde versie van Anne Merel's lunch. Deze speldbanaan pancakes zijn het. Carbloading. Love it. Serieus. Hoe houdt Anne Merel haar buikspieren? Je moet echt planken voor het leven. Niet dat je door planken buikspieren krijgt hoor mensen. Want uiteindelijk moet je daar gewoon een bepaald vetpercentage voor hebben. Als je gewoon heel veel eet en dan kan je nog zoveel planken. Komen ze niet ervoor doorheen hoor. Zo goed. Zo goed. Het is 4 uur. Ik heb wat gewerkt. En nu mag ik een snackje. Snackje? Ik begreep dat die hele zak eraan gaat om 4 uur. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat Anne Merel niet de typische fit girl is. Ik heb ook echt nog nooit een zak chips leeg gegeten. Echt nog nooit in mijn leven. Een hele chocoladereep in 10 minuten? Ja. Serieus, wie gaat er hierna nog trekken hebben in de afdeling? Alright. Alrighty. Er is een recept dat ik echt kan dromen en wat ik bijna iedere week wel voor mezelf maak. Het kost meestal een uurtje tijd, dus tijdens het maken van de risotto kijk ik vaak een paar afleveringen Friends. Soms drink ik tijdens het koken een glas wijn. Yes! Dit klinkt echt als een perfecte avond, toch wat? Serieus, ga je daar uit wijn drinken? Ja. You're so classy. Zo, anderhalve week later. Tada! Hoe lekker was dat op de schaal van 1 tot 10? Dikke 7,8. Mijn restaurant was er super blij mee geweest. Oké, dit was fucking lekker. Vanavond gaat het alleen nog maar om Netflixen en chillen. En als ik nog een snack in huis heb, bijvoorbeeld chocola, dan mag ik die ook nog opeten volgens Anne Merel's eetschema. Heb ik een snack in huis? Is dat niet gedefinieerd van chocola? Dus als jij hier een full blast 500 gram choco swing hebt liggen, dan kan dat wel. Yep. 800 gram. En die kan ik opeten ook. Ja, wat is nou een echte fit girl, jongens? Iemand die een gezonde lifestyle uitdraagt? Nou, in die zin vind ik Anne Merel dus een heel leuk voorbeeld. Want ze gebruikt heel veel verse producten en groenten. Maar ze snoept ook heel veel. Aan de andere kant, die energie heeft ze ook wel nodig, want ze loopt dagelijks echt heel veel kilometers hard. Vertel het me over wiens leven of eetdagboek moet ik hierna een video maken. Laat het me weten in een reactie in de comments. En bedankt voor het kijken jongens, tot snel!